Een hele goede morgen, Alexis, jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag woensdag 19 juli en we zijn vandaag wakker geworden in Van der Valk. Want toen hadden we een superleuke verrassing voor mij, nog voor mijn verjaardag, dat we hier lekker gingen overnachten. En ik heb zo fucking lekker geslapen. We worden ook echt net wakker, gewoon echt puur door de wekker. En we zijn echt zo sloom en we hopen dat we later mogen uitchecken, zodat we nog lekker kunnen chillen straks. Ik heb dit shirt lekker aan die ik gisteren had ontvangen. En met slippertjes en zo gaan we gewoon lekker naar het ontbijt toe. Daar film ik even het shot van mijn telefoon. Wat we vandaag gaan doen, geen idee. Ik hoop dat het vandaag zonnig zou zijn, maar ik zie alleen maar wolkjes. En gisteren ben ik volgens mij best wel verkleurd op mijn gezicht. En dan heb ik echt zo'n idee, oké, ik wil vandaag weer in de zon, want ik wil gewoon lekker bruin worden. Want ja, het is zomer. Maar het wordt bewolkt. Ja, met zonnebrand. Dat is verbeerd. Ik ben net een beetje verbrand. Mag ik eens filmen? Hier is tegen de trein, wat even mee. Zie je het nog wel eens terug? Ja, Luna is verbrand. Ook door gisteren, dus de zon die deed het gisteren wel. Ja, we zijn nu gewoon lekker aan het water, dus dat wil je gewoon lekker weer. Maar anders, als het bewolkt blijft, want we hopen natuurlijk nog op een latere check-out, dus je weet niet wat verder op de dag gaat gebeuren qua weer. Ja. Dan gaan we naar de Westje om. Ja, dus dat is ook leuk. Leuke ja, sowieso. Het leukste zijn dat we gewoon beide kunnen doen. Ja. Dus wij gaan even lekker ontbijten. Let's go. Nou, we hebben ons ontbijtje. We hebben echt tering veel gepakt. Maar ze hadden zoveel keus. Dus ik wil die kiezen. En Luna kan ook. Maar jij bent nog best wel netjes. Ja? Ik ga wel iets wilder. Ja, maar jij hebt allemaal fruit. Dus dat is prima. Ja, dat is waar. Ik had het even een apart badje bakje moeten doen. Zoals jij. Oh ja. Maar ja, bon appétit. We hebben even lekker ontbeten. Ik heb een Black Blazer aan. En ik wilde eigenlijk die boots erbij. Maar ik heb er geen zin in. En dat vind ik altijd best wel warm. En ik heb er gewoon geen zin in. Nou, en dit leuke jasje ga ik erbij doen. Jezus, Luna, doe even normaal. Oh mijn god. Nou, dit jasje ga ik erbij aandoen. En ik ga even mijn tasje inpakken, mijn koffertje. Want we moeten helaas weer vertrekken. Alles is weer ingepakt. Ik ook? Nee, ik heb nog wel een plekje vrij hier in de eettas. We hebben het ook een snack. Dat is echt niet normaal, jongen. We hebben eigenlijk niks gesnackt gisteren. We hadden echt veel gegeten bij het zusje. Ja. Het enige wat ik heb gesnapt gisteren is denk ik 3 chipjes. Toen heb ik hem dicht gedaan. Verder zit echt alles nog dicht. Slecht, hè? Voor een auto, ja. Want we wilden eigenlijk lekker even buiten ergens op het strandje chillen. Maar het is niet, ja, het is wel gewoon warm, maar het is niet echt zonnig. Dus dat is niet echt een hele leuke planning. Dus ik denk dat we naar de Westfield Mall of the Netherlands gaan. Wel een beetje moe en ik heb keelpijn. Ik weet niet wat aan de hand is, maar met slikken doet het pijn, maar ook gewoon normaal. Zeg maar aan, ik denk dat hier een beetje opgezet is of zo. Echt pijn. Als ik iets eet ook, als ik bijvoorbeeld een broodje door mijn keel moet slikken, auw. En als ik bijvoorbeeld als een slokje water neem, auw. Dus ik hoop dat het snel over is, want I don't like it. We zijn aangekomen bij de Westfield Mall. Ik ben helemaal benieuwd. We zijn binnen. Kijk hoeveel winkeltjes. Ik ben echt helemaal benieuwd. Luna zegt, zeg maar eens een winkel en het zit er. Dus ik ben benieuwd waar we allemaal naar binnen gaan vandaag. We zijn in de Zara. Oh mijn god, nog meer. En we gaan even een paspoortje shoplog voor jullie doen. Ik heb echt super. Oh, deze is al stuk trouwens. Die gele gaat nu al een beetje stuk, Loen. Nu al? Ja, bij dat veehalsje. Oh. Die ga ik niet eens passen dan. Snap ik. Want ik heb toch al genoeg. Ik heb zoveel items. Dus ik ga alles even aantrekken voor jullie. Luna heeft ook nog heel veel items. Dus we gaan even lekker paspoortjes op doen. Let's go. We hebben wel een beetje dezelfde kleur aan. Oh ja. Wat vind je van die broek dan? Mijn broek? Die zit wel goed. Ja, mooi hè? Ja. Ik had die kleur nog mooier gaan vinden. Ja, dat denk ik ook. Maar ik vind deze wel leuk voor erbij. En ik vind die top ook best wel handig om te hebben. Zo'n topje. Ja. Misschien één maatje groter. Ja, mooi. Maar ik heb nu dit topje aan. En deze losvallige beetje linnen. Een soort van broek in de maat M, maat L is echt te groot. Ik had even 2 maatjes gepakt. Van achter zit hij ook goed. Ik vind het echt een leuke vakantiebroek wel. Ja, zit lekker. Heel leuk. En wat heb jij aan? Een blouseje. Wat vind je ervan? Ik weet niet. Ik snap wat je bedoelt ook met die pyjama vibes. Dat heb ik ook wel een beetje. Pyjama vibes. Dan met die broek. Maar ik moet het misschien op denim zien, maar ik doe het toch wel. Nee, hij is ook wat te strak, dus dat zou ik een beetje zonde. Helemaal. Ja, dat zou ik lekker niet doen. En het laat ook wat naadjes los. Ja, dat zat ik ook al net kijken, ja. Dan denk ik al snel laat maar, want kijk dit. Dit bedoelde ik.
Oh ja, dan hoef ik het al niet. Dan ga ik weer meer passen. Jawel, we gaan wel meer passen. Je bent niet nu al klaar, toch? Nee. We hebben nog heel veel te gaan. Ik heb nu dit gebreide shirtje aan, wat je een beetje over een bandeautopje kan doen, over een bikinitopje. Ik heb nu even dat t-shirtje eronder die ik net ook aan had. Maar ja, het is een beetje lastig te zien ook met die top natuurlijk, hè? Want anders heb je veel meer bloot eronder. Ik heb bakbij aan, dus ik kan niet echt filmen. Dat is niet echt mooi, maar ik ga het zelf wel eventjes bekijken. Ik weet het niet, want ik kan niet echt goed. Ik heb geen goede BH ervoor aan. Oh. Voor eronder toch? Dus ik ga er even over nadenken. Ik heb nu dit giletje aan en ik denk oprecht met zo'n broek en dan een witte top eronder. Of een wit blouseje en dan dat giletje. Leuk. Giletje is leuk, hè? Ja, best wel. Leuk dan dat. Had ik wel een maatje groter gewild. Ik zit net wat overzijster. Hij is wel €40. Ik twijfel een beetje, maar ja, met die broek vind ik het ook heel leuk. In combinatie met die top niet, maar wel met die broek. Dit. Die broek? Schijnt door misschien. Oh ja, het schijnt echt door. Maar ja, had ik ook wel verwacht. Dit is het ook niet, maar ik dacht, het is of leuk of niet leuk. Ja, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Topjes op zich wel cute hoor. Ja? Vind ik wel. En misschien een beetje. Ja, dat wel inderdaad. Een tietverkleining. Nee, maar hij is groter juist. Te groot. Denk je niet? Nee, ik denk dat dat zo hoort. Nee, ik denk dat dat zo hoort. Kijk, op zich vind ik dit nog wel leuk. Ja. Maar die broek schijnt gewoon echt. Ja, die broek schijnt. Dit is ook een andere kleur, misschien zijn die niet leuk. Schijnt die bij jou door dan? Nee. Kijk, ik heb ook zwarte ondergoed aan, dat zie je niet. Nee, precies. Wat vind je van het gilet? Want ja, echt leuk. Je moet het even zien met iets anders. Want hoe zou jij het stylen? Want ik vind die broek erbij wel heel leuk, ook maar wat zou je eronder doen? Denim broekje, shortje. Dat vind ik heel mooi, dit op denim. Maar wat als ik deze broek wel aan zou houden? Wat voor shirt ook. Zou je dan zeggen? Ja, ook zoiets als dit. Ja? Ik vind dan het zwarte net weer niet ofzo. Ik vind het gilet op zich niet raar met blote mouwen. Nee. Eerst vond ik het niet zo mooi, maar het kan wel, vind ik. Ja, lastig. Ik kijk altijd op Pinterest. Ik ga erover nadenken. White gilet outfit. Slim. Slim. Ik ga veel op zoek. Maar ik ga ook even kijken of ze nog een maat L hebben. Ja? Vind ik toch wel leuk als dat oversized zit. Ik ga erover nadenken. €40. Ik heb nu deze kleurbroek aan. Maar ja, dit wordt echt mijn favoriet. En dan in combinatie met die top ook. Ik ga even kijken of die nog in de maat L is. Want ik krijg nu een M. Van de broek krijg ik ook een M. Die moet sowieso mee. Deze kleur denk ik ook. Even wat anders. En dat vind ik weer erg mooi met wit. En dit vind ik weer heel erg mooi met zwart. Ja, dit vind ik ook wel mooi met wit, by the way. En dat vind ik ook wel mooi met zwart, maar zo zou ik het eerst zelf gaan. Hallo, stylen. En deze top, even een plak BH eronder, maar nee, ik denk niet dat deze het helemaal zijn. Wel leuk. Vind je er zelf van? Wat? Ja, ik vind het leuk aan het dag eigenlijk. Nee, ik vind het ook leuk. Het is wel zo'n handig, zo makkelijk pakje. Of niet? Ja. Dan krijg je meer tijd. Ja. Ik kan je hem even meer tijlen. Ik vind het wel leuk, zo'n lichtgeel. Heb ik ook wel. Nee, leuk kleurtje. Maar dit, ja, dit moet even dichtgeleid worden. Ja, maar is je ook al verder gescheurd. Oh, maar dat kan mijn moeder wel maken. Ja? Zie, als zo zit beter. Ze komt zaterdag toch langs, dus dan kan je gelijk meegeven. Zo. Oh, ik wil even pakken rood hoofd, maar het is zo warm. Ja, het is ook warm. Maakt het niet mag uit. Kijk, wat... Oh, leuk. Ja, ik heb dit aan, maar ik moet het even beter doen met de plak BH voor ik film. Zonder BH. Ja. Deze top heb ik nu aan. Ik vind hem wel heel cute. Lula is helemaal gek van een rugje. Ja, zo. Zo'n soort van kruisje. Ja, deze is wel leuk. Ik denk dat deze wel meegaat naar huis. Ik vind deze hele outfit heel leuk. Leuk voor vakantie. Goedgekeurd. Helemaal leuk. En dit schattige jurkje. Kijk, hij is een beetje te groot. Want hij hoort denk ik meer zo te zitten. Hij hangt echt helemaal naar beneden. Dus dat is wel jammer. Maar... Verder? Very cute. Next store. Stradivarius. Ik had trouwens die hoeken gehaald. Maar nu kom ik bij de Stradivarius. En die hebben ook van die lange linnen broeken. En misschien dat ik die nog wel mooier vind. En ze zijn ietsje goedkoper. Dus ik ga die ook gewoon even passen aan alle kleurtjes. En dan kies ik daarna welke ik dus ga houden. Want ik kan deze altijd reserveren en dan deze halen. Maar ja, ik moet even aanzien. Dus let's go. En dit shortje.
niet normaal leuk. Ik heb nu de broek aan. Het zit echt heel mooi, alleen kijk, hij is te kort. En dat vind ik heel zonde met zo'n linnen broek. Dus ik hou gewoon lekker die van de Zara. Dit shirt dat ik erboven heb, had ik echt puur even gepakt om erboven te passen. Dat ziet er niet uit. Maar ja, ik had een playshirt aan. Dus ik moest even een shirtje pakken. Dus deze ga ik hoe dan ook nog even passen. Alleen deze stretch is echt niet gewoon. Er zit echt geen stretch in. Dus dit zit waarschijnlijk voor geen meter. Maar hoe vet is dit? Zo nice. Ik heb hem nu aan een XL. De L kom ik gewoon echt niet in. Er zit echt nul stretch in. Ik heb nu de XL aan. Wat vinden we ervan? Wel vet. Heel mooi. Vet, hè? Ja, ik hou ervan. Deze is perfect, hè? Ja. Maar je zou hem niet in de was kunnen doen, denk ik. Handwas. Ja. Hoe vaak was je zo'n broekje uit? Niet zo vaak. Ik vind dat je broeken sowieso wat minder vaak hoeft te wassen dan een shirt. Denk ik wel. Wat leuk met dat shirtje. Nee joh. Dat is ook stuk. Die heb ik gewoon gepakt om even te kijken. Echt? Gewoon. Maar anders was het wel leuk. Vind je het leuk? Ja? Ja, vind ik wel leuk, hè? Ah, ik niet. Maar hij is wel vet. Denk je niet geldverspilling? 36 euro. Dat weet ik. Ja, ik vind hem wel vet. En het is wel wat specialer. Dus voor een feestje. Ik had gewoon zwart of wit hemdje en hier klaar. Ja. Je bent wel speciaal. En dan met mijn zilver cowboy boots of zo? Ja. Dat is wel leuk. Goeie. Oh, mijn haar, jongen. Helemaal pluis door de zilver shampoo vanochtend. Ik denk dat ik hem wel meeneem. Ja, ik vind het nice. Ik ging dus even de tasje in de auto zetten. En toen heb ik mijn eigen tasje er ook neergezet met mijn camera erin. Dus bij deze gaan we vlog met mijn mobiel. En we gaan even echt wat eten, want we hebben honger. Go. Wat gaan eten? Weet je niet. We gaan kijken wat er allemaal is. Het is ook wel leuk om straks in de auto op de terugweg te eten. Is dat het niet? Jawel, maar je hoeft dan nu niks. Jawel, maar dan niet misschien. Ja, even wat anders. Ja, even kijken. Ga kijken. Ja. Ja, nou is het ook ietsje kort, toch? Ik kan ons even zeggen, beste ooit. Beste ooit. Ik ben even lekker geshopt bij de prenatal voor mijn zus. En het leukste van Natasja, want ze zijn allebei... Nou ja, Natasja net bevallen en mijn zus die is nu zwanger, dus ik heb even wat leuks halen voor ze. Ondertussen ben ik beland bij de New Yorker. Dus ik heb deze in. Ik heb even wat passen. Hij is een beetje zo zilver. Ja, heel vet voor een festival, denk ik. Niet dat ik eentje op de planning heb nu, maar. Hè? Oké, wacht even. Deze groene. En zo'n blazertje, ook wel cute. En nog zo'n topje. Dus ik ga het gewoon even aanpassen. Kan echt niet. Wat de fuck is dit, jongens? Zeker niet. Dit shirtje had ik natuurlijk net niet laten zien, maar dat heb ik even snel gepakt. Die ging voor de paskamer, maar deze is leuk. Kijk hoe goed deze is. Heel mooi. Ja, het zit fucking mooi. Toch? Ja. Het schijnt heel erg door. Nee, hè? Heb je nu niks van? Ja, gewoon een plak bij A. Hadden ze nog meer mooie kleurtjes, of is dit wel de mooiste? Kijk of het nog een emmertje is. Wit schijnt er echt door, hè? Ja. SXXSXS. Nee, zwart niet helaas. Vind ik niet zo mooi. Nee, de rest van de kleuren vind ik niet zo mooi. Zo'n lichtroze. Nee. Deze gewoon alleen, hè? Ga ik even die halter top passen. Ik noem dat ook nog deze gegevens. Ga ik ook nog even passen. Die hebben ze nog wel in heel veel mooie kleuren. Nee, of niet. Misschien die andere haltertop als die mooi is. Ja. Ga even passen. Wel leuk, zit wel goed. Beter dan dat. Ja, same. En deze haltertop. Ook heel mooi. Heel leuk dit. Mooi ook met die jumpsuit zo. Loen? Ook mooi. Ja. Ja, hè? Heel leuk, ja. Was daar nog mooie kleurtjes van of weet je wat ze hebben? Zwart is altijd handig, toch? Ja, hoef ik gewoon niet te passen. Als er nog zwart is. Nee, ik vind het wel een leuk. Leuk topje. Leuk of niet? Winkel
van 10. Ja, ze hebben wel twee tasjes, maar de rest ligt in de auto. Ja, de rest ligt in de auto. Thuis komt er een shoplog. Ja, leuk. Net als deze. Heb jij erbij? Maar deze. Vet hè, met dan die scheuren of nou, hoe noem je dat? Een beetje... Nee, ik ben zo blij. Blij. Ik heb een blij meisje voor me lopen. Tussenstop. Je hebt je camera weer. Ja jongens, ik had mijn camera en de auto vergeten. Dus ik heb even wat shots gemaakt op mijn telefoon, zoals jullie hebben het kunnen zien. Maar ik ben zo goed geslaagd. Niet normaal. Ik ga vandaag wel even een shoplogje doen. Ik ben eigenlijk lekker bruin rondom mijn gezicht. Ja, dat is mijn rutje. Ja, fijn. Eindelijk weer even. Ja, daar word ik gewoon gelukkig van. Wil jij nou werken bij de McDonald's? Dit is leuk. Uur lang moet je ook krijgen. Dus ik ga eens kijken. 21 euro. €12,50. Dat is toch best wel veel? Ja, dat is best wel veel. Ja, toch? Bij Home Center verdien ik €15,20. Echt? En toen had ik een HBO opbrengen. Maar alleen uurloon is €14,90. Dus er zit alle vakantiegeld en alles erbij in. Zit er bij jou ook mee? Ik denk bij waar we eerst werkten, dat we daar echt misschien nog niet eens €10 hadden. Nee, want toen ik daar nog werkte, waar wij eerst werkten, toen was het denk ik 18 toen ik daar wegging of 17? Bij Pathé. Toen verdiende ik echt nog geen €7,50 voor. Nee joh. Meestal als ik daar verdiende, is denk ik €5. Het is wel echt omhoog gaan, denk ik ook, omdat het anders weer duurder is. Dat ja, denk ik dat denk ik ook. Beter. Ja, oké, okay, we gaan lekker eten. Wij hebben ons menu. Oh, moeten we even draaien? Beter. Want ik heb een Big Mac, of tatjes. En ik heb dus zo'n paprika zakje poeder gehaald. Want die kan je dan hier de frietje in doen. Dan met paprika poeder en dan schudden. En dan heb je het dus. Wacht, wil jij mij eens filmen? Dan ga ik het dus doen. Maak je een zakje open. Frietjes erin. En dan maken we het zakje open. Ik doe niet te veel, dus ik doe niet alles. Ik doe 1/3. Waarom doe je niet alles? Ik vind dat te veel, denk ik. Zit er een gaatje onderin? Dus zit onder de paprika? Echt niet, er zit geen gaatje in. Kijk, jawel, ik ben echt vies. Je moet echt meer doen. Dat hoeft van mij niet. Oké. Okay. Nou, lekker eten. Tijd voor een toetje. Ik heb een McFlurry met Malteser en karamelsaus. Maar ik heb er echt helemaal geen zin in. En wat heb jij? Nou, ik heb een McFlurry met chocoladesaus. En Malteser. Komt helemaal goed. We gaan het is ook helemaal niet gemixt. Nee, dit ziet er ook een beetje zo uit. Van, wat is het eigenlijk? Het is hetzelfde weer, jongens. Jezus. We doen het allemaal maar zelf. We zijn er thuis aangekomen en er is een heel verdacht pakketje gearriveerd. Laten we zien wat het is. Ja, Luna die gaat niet eerder naar huis totdat ze weet dat hierin zit. Nee, sorry, ik kan niet hebben. Ja, ik ben dus heel erg bang dat het bijvoorbeeld een samenwerkingspakket is. Het is boeken of papieren of zo. Nee, afgesproken heb om het mappen open te maken. Mappen de samenwerking? Nee. Op kantoor of zo? Voel die onderkant hier, zo. Voel je allemaal een soort... Ik ga een klein stukje openmaken, want stel dat ik het wel moet openmaken in de samenwerking, dan ben jij de klos. Ja, maar ik weet echt niet wat het is. Dat is niet allemaal verpakking schoon. Misschien zijn er allemaal seksfilms die ik gewoon niet met jou wil delen. Oh. En dan zit jij mij gewoon te dwingen om het open te maken. Ik heb dit opgezet gekregen van een mop. Oeh. Heb jij niet met jou? Wat is dat? Wat is dit? Oh, Lily Silk? Heb je dat nu al binnen? Ja, kijk, dat is toch een logo? Ja. Hè? Ik ga stuk. Zie je, het is wel samenwerking. Dus je moet me niet openmaken. Hé, is dat nu al binnen? Ik kreeg echt van de week een berichtje dat het uit China was verzonden. What the fuck? Oké, maar in ieder geval, het is een samenwerking. Ik binnenkort open gemaakt in de vlog. Oh, jammer. Weet je wat? Ik hoopte gewoon dat het iets heel anders was. Ja. Heeft mijn vader nou een knuffelbeer in zijn dash? Ja, maar ik hoop echt een cadeautje. Oh, wat ziet er wel leuk uit. Zo. Ziet er wel leuk uit, ja. Het zit gewoon in zo'n doosje. Ja, heel leuk. Heb jij mappen besteld voor kantoor?
Nou jongens, dat was het. Moet je ook even een stukje laten zien? Ik heb huis. Ja, snap ik. Lekker op bed. Dus heel erg bedankt, Gatje. Dat was super gezellig. Dat ik ook. Toch? Ja. Vond ik ook. Jij ook bedankt. Voor de gezelligheid. En ik zie je snel. Komt goed. Doei. Lekker slaapzaak, denk ik. Ja. We moeten gaan even een kleine shop op doen. Oh ja. Dat ik beloof. Ja. Leuk. Veel plezier. Dank je. Doei. Jongens, het is zover. Het is tijd voor het shoplog. Wat heb ik allemaal gekocht in de Westview Mall? Dit zijn de pasjes. Ik heb het net even uitgerekend. Ik heb net iets meer dan 400 euro uitgegeven aan kleren. Niet normaal eigenlijk. En ik hou echt niet van shoppen. Dat zeg ik ook tegen Luna. Luna zei, ik heb een leuk idee misschien om te gaan shoppen bij de Westshop Mall. Maar ik weet dat jij niet van shoppen houdt. Zei ik, gaan we gewoon lekker doen. Maar ik heb zo lekker geshopt. Dat was echt chill met Luna. Kijk, normaal ga ik met Ramon. Ook super gezellig natuurlijk. Maar hij heeft toch wat minder geduld dan wat Luna heeft. En Luna en ik die kijken een beetje dezelfde dingetjes. En normaal ga je natuurlijk eerst bij de vrouw kijken. En dan loop je alweer heel gauw naar de jongens toe. En dan heb je zeg maar, je bent gewoon onrustig aan het shoppen. Want je weet, oh, ik moet straks nog naar de jongens toe. En ook met het passen. Je weet natuurlijk dat er iemand heet op je wacht. En Luna heeft ook een paar keer op me gewacht. Maar ook wel gewoon een paar keer dat zij ook aan het passen was. Dat was gewoon heel fijn. Ik denk toch dat shoppen beter is met een vrouw. Al vind ik het ook wel heel gezellig met Ramon hoor. Maar dan... Ja, dan moet het gewoon een uurtje zijn. Oh, mijn haar jongens, echt zo touwig vandaag. Echt niet normaal. Even kijken hoe ik het ga leggen. Zo. Oké. Ik ga gewoon lekker beginnen bij de Stradivarius. Stradivarius shop ik niet heel vaak. Ik vind het altijd een hele leuke winkel. En als ik er ben, dan slaag ik eigenlijk wel bijna altijd. Eigenlijk op het begin van de Stradivarius-periode dat ik daar begon met shoppen, kocht ik echt altijd boeken daar. En nu minder. Maar... Ik heb hele leuke dingetjes gepast en ik ga je gewoon laten zien wat ik heb gekocht. Als eerst heb ik daar deze leuke hakjes gekocht. Heel leuk, gewoon licht crème beige en een heel laag hakje. En dat vind ik wel heel erg leuk voor op vakantie, want ik hou niet echt van hoge hakken. Maar ik vind het toch wel weer chic als je iets hoger loopt en dat je gewoon een open soltje hebt. Dus ik dacht, deze zijn super leuk voor op vakantie. Ramon en ik willen waarschijnlijk eind augustus nog even een weekje weg. Ik denk, nou, hoe ideaal om van die leuke hakjes te hebben. Deze kleur is gewoon perfect, kan eigenlijk overal bij. En deze kostte daar €29,95. Dus mooie prijs, denk ik. Ja, heel blij mee. Zit ook een beetje zo'n zacht soltje op. Dus dat is echt super fijn. Dus dat is het eerste wat ik heb geshopt. Daarna heb ik deze fantastische short gehaald. Kijk dit, besef. Alleen... De stretch is echt zero. Er zit 0,0 stretch in. Dus ik heb maat XL. En normaal hang ik dus een M. Ik heb normaal eigenlijk gewoon een M. Dus ik heb wel twee maten groter moeten nemen van deze shop. Maar dat maakt me natuurlijk helemaal niet uit. Want sorry, ik zit heet aan mijn haar. Moet ik weer ophouden. Maar dat maakt me natuurlijk helemaal niet uit. Want een maat is maar een maat. Weet je wel. Dus het boeit me echt niet dat het een maat groter is dan ik gewend ben. Maar ik hoop niet dat het dus daardoor een beetje gaat lubberen op een gegeven moment. Omdat ik een maat te groot heb genomen. Maar hij is gaaf. Ik denk voor een leuk feestje. En dan zo'n heel vet. Ik dacht misschien nog mezelf een cowboy boot. I don't know if dat een match wordt, maar geweldig. Deze was ook ietsje prijziger. Deze was €35,95. Of nou ja, prijzig. Normaal zijn korte broekjes vaak rond 20, €25 wat ik gewend ben. Maar ik vind hem heel vet. Zeg maar een beetje subtiel nog wel. Ik heb hem volgens mij wel laten zien in de vlog. Maar kijk, zelfs opvouwen gaat eigenlijk niet. Ik zou hem lekker ophangen. Want ik krijg ook niet rare kreukels erin en zo. Dus ik leg hem ook echt lekker zo. En dan zal ik hem lekker gaan ophangen. Dan heb ik hier twee superleuke topjes. Eigenlijk heb ik een soort gelijke van deze al wel in het wit. En daar krijg ik heel veel vragen over. Zitten echt super mooi. Dus ik dacht, ik haal ook een keertje nieuwe kleurtjes. En nu had ik dus een zwarte gevonden. Superleuk. Deze heb ik helemaal niet gepast. Maar ik weet dus al dat het een soort gelijk is van die witte. Dus dat ik hem wel ga passen. Dus deze maat M. En ook deze fantastische kleur. Helemaal leuk. Ja. Hele mooie topjes. Ze zitten echt super mooi, vind ik zelf. Mega veel stretch ook. Want kijk, die achterkant. Kun je echt helemaal zo uitrekken. Echt niet normaal. Echt super fijn. Dus dat is in ieder geval wat ik allemaal met de Stradivarius heb geshopt. Vier dingetjes. En dan gaan we door naar het volgende tasje. Gaan we door naar de Zara. Daar ben ik wel goed geshopt. Daar ben ik goed geslaagd, vind ik. Nou, als
eerste van de shoplog hebben jullie natuurlijk al kunnen zien dat ik deze super mooie, een beetje, het is niet per se linnen, maar wel een, ja, wel een beetje, deze broek heb gepast. Er zitten ook nog zakjes bij. Een stretchband, touwtjes. Dit is ook net hier zo'n, je ziet ook die aftrek van die zak. De lengte was echt perfect, want ik had daarna ook nog zo'n soort broek gepast bij de Stradivarius. En die was te kort, dat hebben jullie allemaal in de vlog kunnen zien. Maar deze is zo mooi, ik heb deze in de maat M. De stretch is echt perfect. Het zijn echt van die lekkere losvallende broeken. En soms ga ik naar het werk en weet ik gewoon even niet wat ik aan moet doen. Want ik wil gewoon niet iets te strak met mijn taaien. En soms wil ik geen korte broek aan, soms ik een beetje tussenin. En dit is gewoon heel lekker luchtig, dus echt ideaal voor het werken. Maar ook super mooi voor op vakantie in de avond. En dan bijvoorbeeld deze hakjes met die broek en dan nog zo'n crèmekeurig kleurig topje op vakantie. En dan je haar in die van die beach krullen, een beetje zoals nu. Ja, ik zie het helemaal voor me, jongens. Helemaal leuk. Nee, dus deze ben ik echt super blij mee. En die heb ik ook gelijk in nog meer kleuren gehaald. Want ik dacht, ik denk dat dit zo'n broek is die ik vaak ga dragen. Ik weet niet zeker, maar ik vind ze geweldig. Dus ik heb hem ook in deze terracotta kleur gehaald. Een beetje rood-bruinig. Ook maat M. En dan als laatste kleur deze in het zwart. Dus helemaal leuk. Ik wilde nog een zwarte linnen broek. Dus daar lijkt deze wel op. Dus kijk hoe goed ik geslaagd ben met die broeken. Gewoon drie kleurtjes. Perfecto. Daarna deze superleuke top. Tadaa. Echt ontzettend cute. En deze voelt op, een beetje rugpijn. Deze voelt op zo'n zwarte linnen broek. En dan met van die schelpjes. En dan de achterkant is echt zo'n stretchband. Super veel stretch. Wel een maat L. Dus een maatje kleiner had wel gekund vanwege de stretch. Oh, ik heb echt even heel veel pijn in mijn rug. Wat vervelend. Het was een beetje overal weer. Maar het schiet er echt opeens in. Nou, super leuk. En op de achterkant heeft hij dus een beetje zo'n kruisje. Even kijken. Het volgende is gewoon zo'n heel simpel t-shirtje. Cropped. Van de kleur beige. En ik vond dat een super mooi op die broeken. Zo'n strak shirtje en dan zo'n wijde broek eronder. En ik had de zwarte al gepast. Dat hebben jullie misschien ook wel gezien in de shoplog. Die heb ik ook gehaald. Die komt straks. En daarbij hing dus ook deze. En ze zijn dus heel goedkoop. Ze zijn maar 7 euro. Dus daarom dacht ik, ik doe ook een ander kleurtje erbij. En toen heb ik dus voor deze beige kleur gekozen. Ik hoop niet dat hij doorschijnt. Ik denk een klein beetje, maar misschien met een goed, ja, goede BH. Dat het wel mee zou vallen. Ik vond het in ieder geval echt een super mooie combinatie met zo'n wijdere broek. Helemaal leuk. De volgende top is dus die top die jullie waarschijnlijk al in de shoplog hebben gezien vandaag bij de posthokjes. Maar dan gewoon in het zwart. Ik heb ze beide in de maat L gekozen. Op de shoplog droeg ik een M. Maar zat ook echt ontzettend mooi. Maar zat net wat strak bij de oksel. Waarvan ik dacht van, als ik nu een beetje ga zweten, dan gaat het echt zo een beetje plakken en iets te strak zitten daar. Dus ik dacht, ik doe wel even een maatje groter voor de zekerheid. Ik heb twee parfums gehaald. Ik moet echt stoppen met parfum kopen. Hoeveel parfum ik nu heb, echt niet normaal. Maar ik hou ervan. Ik vind het zo leuk en zo lekker. Maar in ieder geval, ik heb dus een favoriete parfum. Dat is Red Temptation van Zara. En ik stond gisteren onder de douche en ik dacht opeens, oh, ik moet echt in gaan staan eigenlijk met die parfums. Want stel, ze zijn straks niet meer leverbaar of zo. Weet jij veel uit het assortiment. Dan ga ik echt huilen, want het is echt mijn favoriete parfum. Mijn zit nu gewoon echt nog helemaal vol. Maar ik heb toch nog even eentje bijgehaald. Ik zei dat ik ging inslaan, maar ja, vond ik misschien ook wel een beetje overdreven. Dus ik heb alvast even één gehaald voor het geval dat. Ik moet gewoon altijd even een reserve hebben. Ook als ik hem kwijt ben of zo. En dan heb ik dus een mini gehaald van deze geur. Wat Noona die zei. Dit is dus de namaak van Zadig en Voltaire. Dus die gaan we eventjes openmaken wel. Want die is dus heel handig voor je handbagage. Handbagage voor je handtasje. Zie je een leuk flesje. Oh ja, deze. Heel lekker. Ja. Heel lekker, jongens. Dit is hem. Heel leuk potje. Beetje oud roze. Veld uit Nightfall. Oh, super lekker. Echt een aanrader. Ik dacht, ik ga daar niet de grote van nemen, omdat ik dus echt wel super veel barbers heb. Ik denk, nou ja, het zijn allemaal grote flessen als ik dan een keertje uit wil gaan. Of een dagje weg en ik heb een klein handbagage. Ja, of klein tasje mee, dan kan die daar mooi in. Als dat überhaupt past, hè. Want ik heb ook altijd mijn camera mee. En dan zit die eigenlijk altijd vol. Maar als ik plek over heb, dan maken we plek voor deze parfum. Super blij mee. Dat is alweer alles wat we van de Zara hebben. Dan gaan we nu door naar de prenatal. Nee, dan kan ik dus niks laten zien, want het is allemaal ingepakt. Maar mijn zus is dus zwanger. En die is uitgerekend in oktober. En ik heb haar nog helemaal niets gegeven, omdat ze zwanger is. En we hebben nog helemaal niks gegeven, omdat ze zwanger is. En ik dacht, misschien ga ik haar
misschien is het een mooi moment om haar toch nog even iets leuks te geven. En ik liep langs de prenatal en ik dacht, oh, ik heb helemaal zin om lekker te shoppen voor haar. Dus ik heb hier een heel cadeautje voor haar. En er zit dus zo'n, ja, ik kan het wel zeggen, want ze heeft het toch al gekregen als dit online komt. Zie hoe leuk het ook ingepakt is. Ik heb dus een heel klein teddyjasje gehaald met zo'n capuchonnetje met van die oortjes. Zo cute. En een heel mooi klein beertje, zo klein ongeveer. En dan van Swedde, beersje en dan zo'n ripstofje. Ja, het is echt een heel mooi beertje. En het staat gewoon super leuk in haar babybedje straks. En dan dat jasje. Ik kon het gewoon niet laten. Hij was zo fucking schattig. Dus als ik hem binnenkort aan haar ga geven, dan ga ik het even filmen. Want het is niet normaal. Als ik dat dan zie, dan denk ik, ik wil ook een baby. Maar ja, lekker genieten van mijn zus. Haar baby is beter. En daarnaast nog een cadeautje, want Natasha is bevallen. Natasha die is denk ik vorige week bevallen ongeveer. En haar dochtertje heet Lieve. En Natasha was vroeger echt mijn allerbeste vriendin. En dat contact is eigenlijk gewoon verwaterd. En nu hebben we dus weer wat contact gekregen. En nu is ze dus bevallen. En ik ben super trots op haar. Dus ik wil echt haar weer wat vaker gaan zien. En als ik haar dan maar langs ga, dan wil ik gewoon een cadeautje natuurlijk meenemen. En hier zit dus in. Ik hoop niet dat ze dit ziet, want ik weet niet precies wanneer ik langs ga. Ik hoop deze week. Maar hier zit dus echt een super mooi roze beertje in. Een beetje dezelfde als ik voor mijn zus heb gehaald. Maar dan voor haar dan ietsje zachter en roze. Want Luna en ik zeiden, oh, dat is echt een Natasha knuffel. En ik denk, ja, dat is echt zo. Het is gewoon zo'n roze klein knuffeltje. Super mooi. Dus die heb ik dus voor haar gehaald. Heel erg leuk. En dan heb ik hier nog een ooglapje. Voor de mensen die mij echt kennen, die weten dat ik altijd met een ooglapje slaap. En ik heb nu in mijn bedje ook wel eentje liggen, denk ik. Ja, dat is deze. Alleen die, ik kan hem even laten zien. Hij is een beetje uitgerekt. Dus als ik hem op heb, dan zakt hij naar beneden. Kijk, best wel makkelijk. Dat is heel erg uitgerekt. Dus ik dacht gisteren nog, als ik langs een soort van Flying Tiger of zo kom, dan haal ik even een nieuwe. En daar kwamen we bij. Dus ik heb deze gehaald. Luna vindt hem lelijk. Hij is inderdaad niet de mooiste. Het is een beetje zo'n terra kleur. Ik vind het op zich wel cute. Maar niet de mooiste of zo. Maar ik vind het gewoon heel handig om te hebben. Omdat ook bijvoorbeeld vandaag in Van der Valk. Daar komt er gewoon vet vol licht onder dat gordijn. Nou, dan kan ik gewoon niet slapen hoor. Zonder dat ooglapje. Was ik al lang wakker geweest. En dit is hem. En deze is gewoon nieuw. Hij zit gewoon nog zo lekker strak. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dus dat leg ik weer lekker bij. Soms dat Ramon hem ook nog wel eens opdoet. Dus dan hebben we even wat meer. Dat is handig. Ik heb daar ook letterlijk nog eentje liggen. Ramon heb ik volgens mij nog eentje liggen. Ik heb overal één. Gewoon heel handig. Ik kan er niet zonder. Nee, mij niet gezien zonder ooglapje. Zie je dus ook bij Temptation. Fucking grappig. Want was het helemaal vergeten. Hebben we Ramon en ik echt voor 20 euro hebben wij een ooglapje gekocht op het vliegveld. Dat was puur voor het vliegtuig om te slapen. Maar die hebben we dus ook allebei altijd opgehaald elke nacht bij Tempa. En iedereen die slaapt best wel fabulous. En dan zie je mij en Ramon zie je elke avond zo dat vieze ooglapjes opdoen. En ook zo'n vette lelijke vliegtuig. Zo'n vet lelijk Schiphol dingetje. Weet je, zo'n grote zwarte. Ach ja, prima. Maar daardoor hebben wij wel goed kunnen slapen. Want daar kwam ook super veel licht binnen. Dus gewoon redder in nood. En als laatste heb ik hier een pakketje van een New Yorker. En daarbovenop ligt iets wat niet van een New Yorker is. Namelijk een cadeautje voor Ramon. Ik vind het gewoon heel erg leuk voor Ramon te shoppen. En ja, ik doe dat ook best wel vaak. Als ik iets leuks zie in de stad, dan wil ik het ook gewoon halen voor. Want ik vind het gewoon heel erg leuk om hem te vennen. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk als hij er leuk, ja, als hij er gewoon leuk bij loopt. Dus ik was bij de Bershka. En toen heb ik dit superleuke blouseje gehaald voor hem. Ja, je moet ervan houden. Maar hij heeft de laatste tijd wel vaker van dit soort blouses aan. Het is een beetje zo'n, nou, ik weet niet precies wat voor stofje dit is. Maar hij heeft wel vaker van dit soort blouses. Maar dan gewoon helemaal in het zwart of helemaal in het wit van de Zara. Heeft hij dan zo'n linnen broek. Superleuk. Maar dit printje vind ik geweldig. Ja. Ik denk wel dat het echt 50-50 is of hij het zelf leuk vindt. Maar ik zag het gewoon zelf voor me. Dit en dan zo'n driekwart spijkerbroekje erbij. Ja, ik vond het super leuk. Ik hoop ook echt dat hij dit leuk gaat vinden. Ik heb het gewoon in de maat M gekocht. Maar anders zit er in Breda ook wel een Bershka. En dan ruilen we hem lekker om. En dan mag je iets anders leuks uitzoeken. Maar ik hoop oprecht dat hij hem heel erg leuk gaat vinden. Want ik vind hem echt super leuk. Ik zag hem hangen en ik zeg eigenlijk, deze ga ik halen voor Ramon. Maar er is echt een grote kans dat hij dit niks vindt. Maar het kan ook wel weer zijn dat hij het wel vet vindt, snap je? Dus gewoon even een risicootje wat ik ga lopen. Maar ja, hopelijk vindt hij het leuk. Dan gaan we nu wel beginnen aan de New Yorker. Dat is ook alweer de laatste tas voor jongens. Zie, ik ben best wel lief. Ik heb niet alleen aan mezelf gedacht vandaag. Ik heb ook nog iets voor Natasha, voor Simone en voor Ramon gehaald. Ik wilde nog een cadeautje van mijn vader halen, want die was zaterdag jarig. Maar dat doe ik dus samen met mijn zussen. En alles wat ik doorstuurde, of ik stuurde één ding door, want de rest, ja, ik kon verder niks vinden, vond hun niet goed genoeg. Dus daar heb ik niks voor gehaald. Maar we zijn online aan het kijken. Dat is zo'n moeilijke cadeautje voor mijn vader.
Dit topje heb ik nog gehaald. Het is zo'n wit denim topje. Super leuk. Van een New Yorker. Ik zag hem toen ik naar de kassa liep. Zag ik hem opeens hangen. Toen ging ik toch nog even snel passen. Met zo'n leuk ritsje. Even kijken hoeveel deze kostte. 15 euro. En ik heb hem in de maat L gekozen. Ik vind hem zo leuk voor het uitgaan bijvoorbeeld. Ik ga eigenlijk nooit uit. Maar ik haal wel dingen voor het uitgaan. Je weet het. En als ik uitga, dan weet ik niet wat ik aan moet. Ja, helemaal leuk dit. Gewoon met een gekleurde broek of zo. En dan zo'n mooie witte top. Hij is echt prachtig en hij zit ook echt super goed. Dus ik ben super blij dat ik deze nog heb gezien. Echt een topper. Iets grijs. Eigenlijk haat ik de kleur grijs, oprecht. Ik vind grijs een hele saaie kleur. Maar de laatste tijd, het gaat misschien wel beter met mij in grijs. Want ik heb dit topje dus gehaald. Heel simpel, in een grijs t-shirtje. Een beetje zo'n ripstofje. En ik vond hem wel leuk. Ik denk dit op een leuke spijkerbroek gewoon super basic. Maar is toch leuk? Of juist op zo'n zwarte linnenbroek. En als zo'n straks topje dus. Ik weet het niet. Maar toen ik hem aan had, hij zat me ook echt leuk. Ik denk ja, die nemen we mee. Die nemen we mee. Dus die heb ik meegenomen. En die prijs jongens, besef die prijs. Deze was 5 euro. Maar ja, eigenlijk ook best wel logisch. Want ik zou niet heel veel meer betalen voor zo'n simpel klein t-shirtje. Maar ja. Het is wel echt een mooie prijs. En de volgende. Dit is een beetje zo'n haltertopje. Precies dezelfde kleur. Maar dan als in een haltertopje. En deze heb ik ook in de maat M. En deze was 4 euro. Dus nog een betere prijs. Nou, het zijn gewoon hele handige topjes om gewoon om te hebben. Gewoon handig. Niet heel veel speciaals aan of zo. Dezelfde haltertop ook in het zwart. En ik had dus een groen jurkje gefilmd in mijn story. Die wilde ik bijna gaan kopen. Maar toen dacht ik eigenlijk, ja, ik vond hem net wat te veel die randjes zien van mijn ondergoed en zo. Toen heb ik hem dus in het zwart genomen. En ook 1 maat groter. Dus heb ik helemaal niet gepast. Maar ik denk dat het helemaal goed moet komen. Het is gewoon een heel simpel zwart jurkje. En in de maat XL dus. Maar ik denk dat dat dus mooier gaat zitten. Dus helemaal blij mee. Dat is alweer alles wat ik geshopt had. Ik ben echt goed geslaagd. Wat ik ook zei, ik hou echt niet van shoppen. En normaal als ik ga shoppen, slaag ik nooit meer. Dus ik ben helemaal blij met het bui wat ik vandaag binnen kunnen halen. Helemaal leuk. Ik ga het even een plekje geven op mijn kamer. Ik wil binnenkort ook echt even mijn oude kleding op Vinted gaan zetten. Want ik heb gewoon zoveel items die ik gewoon niet meer draag. En dat is eigenlijk super zonde. En mijn kasten puilen uit. En ook voor in oktober ga ik natuurlijk lekker samenwonen met Ramon. En dan wil ik gewoon alleen lekker de items meenemen die ik dan ook echt wel gewoon ga dragen. Dus dan wil ik gewoon een beetje een kastopruiming gaan doen. Ik hoop dat ik er deze week nog tijd voor heb. En anders wordt het echt volgende week. Of ik weet niet, ik zeg altijd dat ik het ga doen. Maar ik hoop binnenkort echt serieus. Ik ga hierbij ook lekker de vlog afsluiten. Ik heb echt een super leuk weekend gehad met Luna. Het is geen weekend, het is gewoon door de weekse dag. Maar mij niet, ik moet weekend omdat het een nachtje is. Echt een lief verrassing van haar. Ze had mij dus als verrassing meegenomen naar Van der Valk in Den Haag. Zij zijn gewoon lekker uit eten geweest. Ze zijn gisteren gaan lunchen in Noordwijk aan het water. Super gezellig. In de avond dus gaan eten bij het zusje in Scheveningen. Lekker gelopen over die pier. En in de avond zouden we lekker maskertjes gaan doen en lekker gaan snoepen op de kamer. We zijn gelijk in slaap gevallen. We waren helemaal moe. Super jammer eigenlijk, maar ja, het is niet anders. Oh, in de middag zijn we nog bij de wellness geweest. We vonden Valk super mooie wellness boven. Toen vanochtend zijn we gaan ontbijten. Hebben we iets later kunnen uitchecken. 12 uur in plaats van 11 uur. Hebben we ons lekker gedoucht, omgekleed. En toen gingen we naar de Westfield Mall dus. En daarna nog even gegeten bij de McDonald's op de terugweg. Dus echt super geslaagd. Maar ik heb ook wel weer heel erg zin om morgen lekker weer aan het werk te gaan. Om nog even lekker te strijden voor het weekend. Dus ik ga lekker slapen. Een beetje op tijd. Ik ga het een beetje opruimen. En dan ben ik morgen weer lekker fit voor het werk. Daar heb ik ook wel echt heel erg veel zin in. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie de vlog leuk vonden. Vond je het leuk? Een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie morgen weer zie bij de volgende dagvlog. Doei!